Een nieuwe week, een nieuwe challenge, maar niet voor we hebben gekeken naar de winnaars van vorige week. Jeroen van Dijk, wederom gefeliciteerd. Dit keer zullen de eerste plaats wel met mij moeten delen. En er waren nog een aantal jongens die een prachtige vierdarter wisten te gooien. De 170er, ja, die is helaas niet gevallen. En dat is jammer, want daardoor hoeft deze man niet in actie te komen. 170! Laten we er nou voor zorgen dat Jeroen van Dijk niet nog een keer wint. En zo moeilijk kan het helemaal niet zijn, want die gozer kan er ook geen reet van. Dus zet hem op deze week. En hier is de volgende challenge. Dat brengt ons bij de challenge van deze week. Hij is goed te vergelijken met de challenge van de eerste week. Alleen dit keer gaat het niet om de dubbels, maar om de trippels. Een rondje trippels, 3 keer op de 1, 3 keer op de 2, 3 keer op de 3 enzovoort. En uiteraard ook hier weer alle punten optellen. En kijken of het beter gaat als de dubbels. Heel veel succes! Denk eraan, handjes wassen, 1,5 meter afstand en lekker blijven gooien.